wat is je lievelingssong? Eentje aller tijden. Eentje aller tijden, lokaal. Mijn lievelingspokoe. Dan ga ik toch kiezen voor Baderman. Met Wata Mama. Ja? Ja. Die pokoe is... Het geeft me elke keer kippenvel. Het is een pokoe van zeker 5-6 jaar geleden. Maar het is gewoon goed in elkaar gezet en het verhaal. Ja, dat is hem. Sanadu View. Laat me niet één noemen. Je speelt voor hoor. Weet je, nou, hey boy, hey. Je moet nagaan. Ik zit al 55 jaar in de business. Ai. Ik heb hoe lang in de omroep gezeten? Langer dan 20 jaar. Ja. Dus om één lied uit te kiezen uit de periode van 55. Is moeilijk voor jou. Maar een liedje dat me altijd aanspreekt. Kijk, er zijn liedjes, je maakt sticks toch? Ja. Maar bepaalde liedjes, waarom maak je een nieuwe stick? Omdat ik een weerliefde zing. Maar dan maak je een nieuwe. Maar in die nieuwe zet ik toch steeds weer bepaalde liedjes terug. Ja. Nou, een van die liedjes is van Billy Joel, Innocent Man. Mm-hmm. Het is zo'n mooie compositie. Onvoorstelbaar. Die tekst, machtig. Dat is een van mijn lievelingsliedjes. Innocent Man. Innocent Man. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.